Het is een grote eer hier voor het hem welbekende VIB te staan als promotor en Dr. Ayit Baron Shetty te mogen voordragen voor een eredoctoraat van de Universiteit Gent. Het is niet evident om hier in korte tijd zijn levensverhaal en verdiensten samen te vatten, maar ik heb het voordeel dat ik voor het volledige verhaal kan verwijzen naar het boek Ayit Shetty, Beyond Borders, Mijn reis als ondernemer. Een echte aanrader. In de samenvatting staat te lezen over het belang van te geloven in mensen. Dat is iets wat ik inderdaad heb kunnen ervaren. Ayit Shetty heeft een echte, welgemeende interesse en respect voor mensen. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook heeft bijgedragen tot zijn verdiensten, die niet gering zijn, niet in aantal en ook niet in belangrijkheid. Getuige daarvan onder andere het feit dat gij verkozen werd tot manager van het jaar in 2004 en dat gij uit de handen van koning Albert II de titel van baron mocht ontvangen. Ik leerde hem persoonlijk kennen als voorzitter van de raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, een rol die hij met kennis van zaken, maar ook met veel flair en menselijkheid invulling heeft. Gezien de verwevenheid van het VIB met onze universiteit, heeft hij al op zeer vele manieren onderzoeksgroepen, ook aan onze universiteit, meestal echter op een iets minder zichtbare manier, vooruitgeholpen. Gedurende zijn carrière als managing director van Janssen Pharmaceutica België, heeft hij een significante bijdrage geleverd aan het vooruithelpen van het onderzoek in en de ontwikkeling van de farmaceutische sector in ons land, maar ook daarbuiten. En op deze manier heeft hij het leven van zoveel mensen en patiënten verbeterd. Er is ook een sterke link tussen Janssen Pharmaceutica, Janssen Silach en onze universiteit. In 2018 werd het innovatiecharter tussen onze instellingen hernieuwd. Het doel van dit charter werd passend samengevat door onze rector. We gaan voor een langdurige, gezamenlijke innovatieaanpak met in fine één doel, patiënten beter maken. Ook na zijn carrière als managing director van Janssen Pharmaceutica België en andere topmanagementposities binnen Janssen Pharmaceutica en J&J, is hij blijven bijdragen aan onze maatschappij. Zo is hij voorzitter van het Observatorium voor de Farmaceutische Industrie. Een orgaan opgericht door de federale overheid die de rol van de Belgische farmaceutische sector in de wereld moet versterken in onderzoek en productie. Hij was en is ook betrokken bij vele kleinere bedrijven in de life science sector. Ik denk dat het dus zeer correct is te stellen dat hij nog steeds goed doet voor de mensen en de patiënten die we helaas allemaal soms zijn. Hij heeft meer dan zijn goede karma verdiend en naar mijn bescheiden mening ook dit eredoctoraat. Omwille van zijn bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, de farmaceutische sector en de verdere ontwikkeling ervan in ons land en wereldwijd en de brede maatschappelijke impact hiervan, vraag ik de rector om het eredoctoraat uit te reiken aan Dr. Ayit Baron Shetty.